Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Maurits van der Rijden, ik ben 33 jaar en ik kom uit Diest. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is hetgeen ik wil doen in het Vlaams parlement. Ik wil ervoor zorgen dat de overheid geld uitgeeft aan dingen die echt belangrijk zijn. Er staan nu meer dan 14.000 mensen op een wachtlijst voor dringende zorgnoden. Dat moeten we verbeteren. We moeten echt geld uitgeven, belastingsgeld, aan dingen die echt belangrijk zijn en niet aan nutteloze dingen. Als je dat ook vindt, stem op mij, plaats 2, Vlaams parlement voor Open VLD. Waarom stapt u in de politieke strijd? De politieke strijd stap ik omdat ik dingen wil veranderen. Dat is logisch. Ik denk dat iedereen die in de politiek zit, dat die uiteindelijk voor één ding daar zit en dat is dingen veranderen. Dat gaat over de situatie zoals dat die vandaag is. De situatie zoals je wilt dat die er binnen x aantal jaar uitziet. En het gaat over die gap die je wilt overbruggen, die je mee wilt veranderen. Dat probeer je te doen in de politiek. Dat is niet simpel, dat is niet gemakkelijk, dat is vaak frustrerend, dat gaat traag. Maar je bent daar voor een of andere reden voor gemaakt om dat te doen. En daarom doe je dat op lokaal niveau, op nationaal niveau. Dat is hetgeen dat in je zit en dat je wilt doen. Dat is zoals een voetballer die dagelijks op een voetbalveld zit. Jouw missie in het leven is gewoon om dingen te veranderen. Dat is de essentie van politiek, denk ik. Dingen te veranderen die mensen vooruit helpen, die dingen beter maken voor mensen. Welke quote heeft u gekozen? Goh, ik ben niet zo echt de quote-man. Ik ben niet zo voor de quotes, maar er is eentje die ik echt wel leuk vind. Hij klinkt beter in het Engels, maar ik ga met het Nederlands zitten. We zitten in het Vlaams parlement. Ik wil niet dat Jan Peumans me straks op de vingers stikt. Maar mijn favoriete quote is... Er is nooit een verkeerde weg, zolang het je eigen weg is. De reden waarom ik die quote zo leuk vind, is omdat overal in elke levensfase, in elke fase van je leven, zijn er mensen die het beter weten dan jou, die zeggen wat je moet doen, wanneer je het moet doen, hoe dat je het moet doen. En ik vind het altijd fijn wanneer mensen echt hun eigen weg kiezen, hun eigen ding doen, in de politiek of daarbuiten, en daar succes mee boeken. En ik geloof echt dat je, als je echt succesvol wilt zijn in het leven, altijd ja, je eigen weg moet volgen en daar niet te veel rekening mee houden wat andere mensen daarover denken. Natuurlijk wel rekening houden met anderen. Het gaat niet over egoïsme, over egocentrisme, maar het gaat vooral om te voelen wat dat jij beter wilt doen voor de maatschappij. En als je daar echt in gelooft, daar volop voor te gaan. En geen rekening te houden met wat we andere mensen daar allemaal over te vertellen hebben. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb er een paar. Ik heb natuurlijk mijn voorzitter Gwendoline Rutte, die is een geweldig voorbeeld. Zij heeft ook helemaal haar eigen weg gemaakt in de politiek. Dat vind ik fantastisch. Maar ik ga degene die het dichtst bij mij ligt, dat is Arjen Lubach. Dat is een Nederlandse komiek, cabaretier, die politiek relevante satire maakt. En wat ik fantastisch vind aan hem, is dat hij op een rationele manier mensen kan aanzetten tot activisme. Activisme is iets dat meestal heel irrationeel is. Hè. Er is een bepaald politiek feit, dat wordt opgeblazen, daar scharen zich dan tienduizenden mensen achter. Dat is op zich niet verkeerd, maar de ratio daarin is vaak zoek. Terwijl Arjen Lubach, die maakt op een heel slimme manier, heel grappige manier ook, op een heel slimme manier maakt die mensen warm om achter een groot politiek feit te gaan staan en daar echt dingen mee in beweging te brengen. En hij is erin geslaagd als kleine cabaretier om echt politieke invloed uit te oefenen op verschillende domeinen. Zoals de discussie rond de sleepwet en een aantal andere zaken. Ja, daar heeft hij echt wel bakens verzet. En dat vind ik fantastisch om te zien hoe iemand op een rationele, grappige manier, heel eigenzinnig ook, heel out of the box, dingen in beweging kan brengen. En dat zou ik ook graag later doen in de nationale politiek. Wat zijn uw politieke interesses? Wel, lokaal ben ik bezig met toegankelijkheid. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking, maar evenzeer met moeders met een buggy of mensen die minder goed te been zijn of gewoon met hakken over straat lopen. Dat is iets dat me heel hard interesseert. Dat gaat eigenlijk over mensen vrijheid geven. Hè. De publieke infrastructuur zo inrichten dat iedereen er gebruik van kan maken. Dat is geweldig interessant. Ik heb zelf een zus die zit in een rolstoel. En dan merk je echt
hoe moeilijk soms zoveel obstakels dat er zijn in het dagelijkse leven voor mensen met een beperking. Dat is iets dat ik ook wil verder zetten in het Vlaams parlement. Dat gaat dan over het internationale aspecten daarvan, zeg maar. De financiële steun die moet gegeven worden aan mensen die een bepaalde beperking of een bepaalde zorgnood hebben. En daar is geweldig veel in te verbeteren. Die steun die loopt momenteel heel erg moeizaam. Er zijn meer dan 14.000 mensen die op een wachtlijst staan. Dat is enorm veel in een welvarende streek als Vlaanderen, een welvarende regio. En dat is eigenlijk, dat is voor mij gek, dat wij aan veel dingen heel veel geld geven als overheid. Heel onzinnige dingen vaak ook. Maar aan mensen die het echt nodig hebben om vooruit te gaan, om een zelfstandig leven te krijgen, ja, daar hebben we dan niet de juiste mechanismen voor om die de juiste steun te geven. Dat vind ik heel gek en daar wil ik mee veranderen. Ik denk dat daar heel veel systemen veel beter voor kunnen, ook met moderne technologie. En dat gaan mensen echt in staat stellen om hun vrijheid te krijgen die ze zelf willen grijpen. Want mensen met een beperking die willen vaak niet dat er voor hen gezorgd wordt. Die willen gewoon de nodige steun, zodat ze zelfstandig hun leven in handen kunnen nemen. En dat is liberalisme puur sang en daar wil ik mee gaan voor zorgen en daarom heb ik mij ook kandidaat gesteld. Wat kan er anders en beter in de politiek? Enorm veel anders en beter. Ik denk dat we als overheid echt eens moeten gaan kijken wat onze kerntaken zijn, hè, waar het echt nodig is dat we geld aan uitgeven. Hè. Ik denk dat daar momenteel enorm veel scheeftrekking in is. Dat we aan heel veel zaken heel veel geld geven waar de overheid zich eigenlijk volledig buiten zou moeten houden. En dat we aan andere zaken, bijvoorbeeld steun voor mensen met een beperking, mensen met een zorgnood, mensen die op een wachtlijst staan, dat we daar veel te weinig in investeren. En ik denk als je mensen meer zeggenschap zou geven over hoe hun belastingsgeld zou besteed worden, dat we een veel betere verdeling zouden krijgen van waar ons geld naartoe zou gaan. We geven nu bijvoorbeeld miljoenen, miljarden uit aan dingen zoals kerkfabrieken, dingen zoals een nationale speler als de NMBS, dat is wel een federale bevoegdheid dan. Maar dat zijn allemaal zaken waarvan een doorsnee mens zou zeggen van oké, ik geef liever mijn geld om mensen met een zorgnood te helpen of ons onderwijs beter te maken, waar nu een volledige onderfinanciering in zit. Ik denk dat die kerntakenoefening, echt zeggen wat een overheid moet doen en waar een overheid in moet investeren, dat het allerbelangrijkste is. En dat is een oefening die nog veel te weinig gedaan wordt. Ook de voorbije legislatuur is daar veel te weinig werk van gemaakt. En daar wil ik echt wel elke week in de commissies, in de plenaire, op dezelfde nagel gaan kloppen. Kom, laat ons geld steken in dingen die er echt te doen, die mensen echt vooruit helpen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Nou, ik heb iets ontastbaar, iets intangible mee. Het staat op mijn gsm. Het is eigenlijk een link. Het is eigenlijk een Facebook-post. Een Facebook-post waarvan ik een link overal in mijn bookmarks mee heb en die ik op elk moment kan aanklikken. En dat is eigenlijk deze. En dat is een post van mijn broer. Die heeft die gedaan, denk ik, ergens in 2013. Mijn broer die overleden is in 2014 door een auto-ongeval. En die heeft toen gepost, iets heel dwaas, mijn broer in de standaard, 15 uitroeptekens daarna, en een foto van een artikel of een opiniestuk waar ik in, dat ik geschreven had. Het gaat niet zozeer over het opiniestuk, maar het gaat echt vooral over het feit dat mijn broer altijd enorm trots was over wat ik deed. Daar ook altijd enorm mee uitpakte. Tegen al zijn vrienden vertelde dat ik, ik was blijkbaar minister van die zaken, terwijl ik gewoon een simpele parlementaire medewerker was. Maar dat deed hij altijd en dat vond ik enorm tof. En dat heb ik ook vooral pas gemerkt nadat hij gestorven was. Bij iedereen die ik kende kwam ik en die zeiden van, oh ja, je broer was altijd over u bezig en ik vond dat echt mooi. En als ik nu wat lastiger heb op een dag of ik heb wat bevestiging nodig, dan klik ik daar eens op en dan zie ik altijd wat ik doe. Er is altijd iemand enorm trots op mij geweest zijn. En dat is een heel gelukzalig gevoel om dat bij te hebben. Dus dat heb ik altijd in mijn borstzak zitten. Dat is heel fijn.